Vandaag zijn we bij de jongeren on tour. Lijkt een beetje alsof we op schoolreisje gaan. We gaan met een bus, gaan we naar twee bedrijven toe. Heel erg leuk. En dat is een beetje mijn doelgroep. Ik ben de jongste van het UWV, dus ik vind het heel erg leuk om met jongeren tot 27 jaar en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Harold Geers, ik ben operationeel manager bij RJ. Mij is gevraagd of ik wat mensen wilde ontmoeten die wat belangstelling hebben voor het werken in de beveiliging. Nou, dat is altijd leuk, dat vind ik ook heel goed namelijk, want er komen ernstig mensen tekort. Nou, wat kun je allemaal doen in de beveiliging en hoe werkt het allemaal? En als u zegt van nou, dat vind ik hartstikke mooi, dan moet u richting de gemeente en dan moet u zeggen ik wil die opleiding gaan doen. En dan komt u wel stage lopen en dan krijgt u zo'n baan bij ons, dat is geen enkel probleem. Goed, ik praat een beetje zachtjes, want we zijn nog net begonnen met de rondleiding. We zijn bij RJ Security en we zijn nu een introductiefilm aan het bekijken. Misschien mensen zitten hier nou met een kopje koffie. Oh, daar komt grote bewaking. Dan moeten we uitkijken. Zit een beveiliger 2 in fulltime baan? Ja. Nou, wat hebben we nog veel mensen bij ons? Die hebben een beveiliger 2 diploma en hebben 2 contracten. Want die vinden het hartstikke leuk om of in een mobiele surveillance te werken of op een object. Maar die vinden het ook hartstikke mooi. Zoals gisteren gingen we met 16 maart 2 busjes huren bij Brookhuis. En dan gaan we naar Robbie Williams. Oh ja. Nou, we zijn nu bij Van der Valk en Enschede. Hier krijgen we de volgende rondleiding. Het ziet er echt prachtig uit. Zien jullie? Ruim. Nou, neem maar vast een douche, Elif. Ja, ik ga. We halen je straks weer op. Oké, we gaan nu dus een rondje zwemmen. We gaan baantjes trekken. En dat gaan we met z'n allen doen met de kleren aan. En daarna gaan we nog met z'n allen de sauna in. En vervolgens gaan we naar de penthouse. Penthouse. Oh, naar de penthouse. Durf jullie het aan? Ja, ik ben heel benieuwd. Het penthouse, 12e etage van de Valk. Enschede. Vlog nummer 2, 3. Nou, dat is volg. Moet ik je volgen? Moet ik je volgen? Nee, of niet. Huiskamer. Oh, gezellig. Ja. Nou, misschien is het wel goedkoper dan mijn huur in huis. Dan ga ik gewoon hier naartoe verhuizen. Ik verwacht het niet. Weer terug naar het zwembad. Ik moet zeggen, ik zit hier eigenlijk wel lekker, dus ik vind het wel prima en ik wens de jongeren allemaal veel succes. En dan ga ik hier verder chillen in het penthouse. Goed, we zijn nu net uit Van der Valk en ik ben heel erg benieuwd wat iedereen vindt van vandaag, dus ik ga eens even kijken. Mag ik vragen wat jij hier van vandaag vond? Leerzaam. Wat vond je ervan? Leuk. Leuk? Ja. Nou ja, beter dan dat kunnen we niet krijgen. Nee. Ja, ik vond het ook leuk. Ja? Jij, Ellen? Ik vond het weer een topdag, was super. Ja, ik vond het ook erg leuk. Wat vond je van vandaag? Geweldig. Geweldig. Ja. Nou, wij sluiten het af. Tot ziens. We hebben eigenlijk afgesloten, maar je moet natuurlijk niet te vergeten om het even te delen, te liken, duimpje omhoog of noem het allemaal op. Of like even via een comment. En heb je vragen, doe het even op onderstaand e-mailadres alsjeblieft. Oké, tot ziens.